Je kind heeft geen positieve verhalen over je nieuwe leerkracht. Hoe pak je dat aan? Hoe ga je daarmee om? Sharon Stellaert, goedemorgen. Ja, goeiedag. Nou, het zou zomaar kunnen gebeuren natuurlijk, hè, met deze eerste dagen van het schooljaar. Als je geluk hebt, dan komen ze helemaal blij de klas uitstormen en heb je een blij kind thuis. Maar het zou natuurlijk zomaar kunnen zijn dat ze thuiskomen met verhalen, ja, waar je toch wel wat ongerust van wordt, omdat het helemaal niet zo leuk was. Als ze naar een nieuwe groep gaan, dan is de kans groot dat ze een andere leerkracht hebben. Ja. En ze gaan altijd vergelijken. Ja, tuurlijk. En dat is logisch. Maar ja, dat plaatst je natuurlijk wel voor vraagtekens van hoe ga je daarmee om? Hè? Kom je in actie of wacht je het nog even af? Nou, dat laatste zou mijn advies natuurlijk wel zijn. Ja, je moet niet te snel zeggen van nou, je bent nu één dag naar school geweest. Ja. Precies. En vooral ook omdat het best wel een hele belangrijke relatie is tussen jou en de leerkracht. Omdat ja, je moet het toch een beetje samen zien te rooien, zeg maar, door zo'n schooljaar. En je hebt elkaar echt heel hard nodig. Dus ja, wees eigenlijk wel zorgvuldig ook in de manier waarop je met school communiceert en met de leerkracht. Ja, wat zeg je dan als die thuiskomt van deze juffrouw is echt niet leuk? Nou ja, dan zou ik wel vragen, goh, kan je een voorbeeld geven? Hè? Dus dat je een beetje een beeld krijgt bij die situatie. En dan nou ja, in de loop van de week of weken gewoon steeds nog wel even vragen van hoe was het vandaag? Hè? Dus dat je een beetje vinger aan de pols houdt. En als je dan toch het idee krijgt van nou, dit zit niet helemaal lekker. Ja, dan zou ik wel een gesprekje aanvragen om gewoon eens te vragen van goh, dit verhaal hoor ik thuis. Hoe heb jij dat beleefd? Hè? Dus dat gewoon helemaal open te houden van naar een leerkracht van hoe heb jij dat beleefd? Want het werkt vaak averechts als je bijvoorbeeld ja, gelijk met een beschuldigende vinger, om maar iets te noemen, een school binnenstormt. Dat, vaak wordt geen enkel verhaal daar echt beter van. Nee, maar ik merkte van vroeger ook nog wel, weet ik nog wel, dat sommige leerkrachten ook bepaalde leerlingen voortrokken. Dat je het idee van, nou, volgens mij vind je mij niet zo leuk als dat je mijn buur of meisje vindt. Dus andersom kan het ook voorkomen natuurlijk dat een leerkracht zoiets heeft. Ik heb helemaal niks met dat kind. Ja. Dat lijkt me ook heel moeilijk als je dan wel weet dat je er nog een heel jaar mee door één deur moet kunnen. Ja, en het is natuurlijk wel gewoon menselijk. Hè? We hebben met de ene een klik en met de andere hebben we geen daarom klik. Daarom heb je ook, dus ook bevriend met precies, iemand. Precies, het heeft ook geen zin om dat te ontkennen. Hè? Het zou natuurlijk een utopie zijn om te denken dat je iedereen even leuk vindt. Maar het is wel gewoon belangrijk om te weten van hoe ga je er dan vervolgens mee om. En hoe beïnvloedt dat ook zeg maar het schoolplezier van je kind. Hè? Dus het is wel belangrijk om er in overleg over te gaan. Maar wees wel heel zorgvuldig. Dat is eigenlijk wat ik probeer te Maar wat vertellen. Nou, als het inderdaad zegt, je hebt met je kind gesproken. Ja. En een paar weken later is het nog steeds hetzelfde verhaal. En het ziet er niet naar uit dat dat ooit nog verandert. Moet je dan ook met de school gaan praten? Nou, ik zou het toch nog wel opnieuw eens proberen. Hè? Dus ik zou echt niet te snel zeg maar hoog in de ladder klimmen. Omdat, nou ja, wat ik net al zei, het is een hele belangrijke relatie. En je bent toch een beetje een team, hè, als ouders en als leerkrachten, om samen te zorgen dat je kindje vooruit komt. Ja. Dus ja, ga daar voorzichtig mee om. Maar probeer dat wel steeds te bespreken. Van joh, ik merk dat toch thuis en het verhaal komt terug. Hè? Hoe is het de afgelopen weken geweest? Kan ik misschien iets doen? Hè? Of kunnen we samen even met elkaar in gesprek, jij, ik en de leerling, om eens te kijken van, kunnen we dit anders aanpakken? Nou, ik probeer ook erachter te komen waar het probleem dan zit. Exact. Is dat omdat zij niet aardig is of hij niet aardig is? Of is hij te streng juist? Ja. Of heeft hij gewoon echt een verkeerd oogje op de kinderen? Zeg. Ja, en kan je misschien ook andere dingen doen? Hè? Als het bijvoorbeeld steeds irritaties optreden omdat iemand niet zit op te letten, kan het helpen om een andere positie in de klas in te nemen? Kan het helpen misschien als je een keer een ochtendje meedraait als ouder? Dus maar ook met kleine kinderen, want die zijn misschien nog niet zo capabel om dat allemaal te zeggen? Ja, dus dan kan het ook wel, zeg maar, sommige scholen staan het ook toe om, of hebben gewoon ook ouderkind momenten dat je zelf ook eens in de klas komt zitten. Want het kan ook helpen als jij zelf ziet wat er gebeurt. Van, oh, wacht even. Ja. Nu begrijp ik het. Ja. Waar de schoen wringt. Ook van de leraar. Zeker ook van de leraar. En dat perspectief innemen van elkaar, dat helpt gewoon altijd. En ook in het zoeken naar oplossingen. Vaak is er echt heel veel mogelijk als je die band met elkaar goed hebt. Is het kind eigen dat ze altijd een beetje vol wantrouwen naar zo'n eerste dag schooldag toe gaan? Hangt wel van het kind af. De een die is eigenlijk al heel snel blij. En de ander, nou, dan kan je het eigenlijk niet snel goed doen. Dus dat zou ik niet zo durven zeggen. Gehoorschade en oogschade, je hoort het steeds vaker. Hè? Tinnitus wordt dat dan genoemd. Dan heb je een continue piep in je oren. Nou, daar word je echt gek van. Ja, dat is de piep, maar je hebt ook oorsuizen. Dat is nog erger volgens mij, want dat is echt keihard klinkt dat. Hè? En bij jonge kinderen kan het overgaan. Die kans is niet heel erg groot, maar het kan wel overgaan. Maar op latere leeftijd is het gewoon onherroepelijk. Ja, precies. En ben je er last van toevallig? Ik heb het wel eens gehad. Ja, ik heb het ook wel eens gehad. De oorsuizen, gelukkig. Dan maak je toch zorgen en daarna gaat het dan wel weer weg. Ja, maar het is verschrikkelijk irritant. Het zou me afschuwelijk lijken. Ja, je wordt er gek van. Ik heb het natuurlijk wel eens gehad na een avondje stappen. Dat je dan in bed ligt en dan hoor je piepen. Maar moet je voorstellen dat je dat gewoon continu hebt. Dat is eigenlijk al schadelijk, hè? Ja. Want je een voorteken. Dat binnenhuis van je oor, dat zit vol met soort geluidshaartjes. Die breken dan af. Ja.
En dat veroorzaakt dat. Ja, en dat heb je eigenlijk na een avondje stappen al. Ja, bedoel, zo snel gaat dat, wij dat alle drie herkennen, dat zegt eigenlijk wel... Ik heb vroeger in een discotheek gewerkt. En dan was je natuurlijk in het midden, stond je altijd van die herrie. Het was een nachttent ook nog tot 6 uur 's morgens ging dat door. Ja. En dat 3-4 dagen per week. Maar ik moet zeggen, ik had er toen wel eens last van, maar het is uiteindelijk wel weer weggegaan. Ja. En dan om half te zwijgen van de mensen die om jou heen stonden, als je begon te zingen. Ja, nee, maar dan ben je misschien wel een geluksvogel. Want ja, misschien wel, ja. Wel en ik heb heel goed gehoor. Wat zeg je? Dat zijn we. Nee, maar het was van de week ook in het nieuws. Waar komt het nou eigenlijk door? Zitten al die kinderen met koptelefoons op? Of ik dacht al, de telefoon, dat is een heel klein spiekertje. En de meeste gehoorschade loop je op van de mid-hoge tonen, ja. 4 kilohertz en zo. Dat zit allemaal in die spiekertjes. Staan die dingen niet te hard? Dat sowieso. En ook natuurlijk het gamen. Hè? Dus wat je heel veel ziet, is dat jonge kinderen gewoon met van die enorme koptelefoons. Oh ja. En dat vragen ouders dan natuurlijk van, hey, zet even die koptelefoon op, want ik hoor die klerenherrie door het hele huis heen. Dus dat vraag je gewoon heel snel. Maar dat is wel onlangs aangepast, dat ze niet meer zo hard kunnen, hè? Tot een bepaald volume. Ja, maar dat hangt er dus wel vanaf. En dat is inderdaad ook een punt wat ik wilde maken. Echt kinderkoptelefoons. Dat herken je wel vaak aan de kleuren. Die willen ze natuurlijk niet. Nee, maar dat merk je het echt. Zeg maar, op het moment dat je die gebruikt, dan kan het volume maar tot een zekere hoogte. Dus eigenlijk als je die aanschaft voor je kind, weet je eigenlijk van, nou, hoger kan het niet. Daarmee zit ik best wel goed. Maar andere koptelefoons, nou, dat gaat gewoon... volgens mij is dat helemaal niet begrensd. Is het gewoon begrensd tot zover jij die schuif omhoog kan gooien. Worden de hoortesten nog wel gedaan op scholen ook? Ik kan me nog wel vroeger herinneren. Ik kreeg hem eens in de zoveel tijd, was er weer de schooldokter. Ja. Was altijd even de oogentest en de gehoortest. Maar wordt het nog wel gedaan? Nou, ze willen dat eigenlijk weer, tenminste dat is het voorstel, om dat weer op te gaan pakken. Heel goed. Omdat het eigenlijk nagenoeg niet gebeurt. Omdat je er dan eerder bij kunt zijn. Dat je dan, wat je net al zei, gewoon bij jonge kinderen mogelijk nog wel iets kunt doen. Want ja, op het moment dat je hier echt last van hebt, is het blijvend. Er is geen medicijn. En dat is ook hetgene waar men voor waarschuwt. Goed, als je dit eenmaal overkomt, wat je net al zei, het kan gewoon echt helemaal gekmakend zijn. Ja. En tweezijdig gevaarlijk is dat. Je ziet ze ook op de fiets met de koptelefoons op. Ja, dat, en dan is het geluid buiten is al hard, dus dan gaat die koptelefoon ook nog weer een stuk harder. Ja, dat is eigenlijk gewoon weer de omgekeerde variant daarvan, dat het ook gevaarlijk kan zijn. Maar mag dat eigenlijk? Want je mag niet je telefoon vasthouden, want dat is gevaarlijk. Maar ik zie wel iedereen met van die hoofdtelefoons en Spotify op en zo. Ja, het is volgens mij niet verboden, maar je kunt je natuurlijk wel bedenken dat, en dat is in de auto natuurlijk net zo, je hoort je ambulances, hoor je brandweer, je hoort het niet. Dankzij Flitsmeister hoor je dat wel. Ja, precies, wel. Dan krijg je zo'n waarschuwing. Ja, dan schrik je rot, en dan lijkt het bijna alsof die ambulance in je auto zit. Dat klopt. Ja, dat je zelf in ligt. Ja. Ja. Maar het is dus wel om ongerust over te worden. En wat moet je als ouder doen? Sowieso zou ik kijken, zeker als je kinderen nog jong zijn, koop gewoon zo'n begrensde kinderkoptelefoon. Want dan hoef je eigenlijk gewoon in principe niet de hele tijd zorgen te maken. Maar kijk ook geregeld van hoe hard dat ding staat. En wees er ook alert op, zeg maar, als ze richting, noem maar wat, Formule 1 komend weekend. Om toch die oordopjes te gebruiken. Maar nou hebben we het over oren gehad. Ja. We hebben het ook over oogschade. Ik bedoel, die kinderen die natuurlijk aan het gamen zijn, hebben niet alleen zo'n ding, maar die zitten ook voor zo'n scherm. Ja. En de hele dag, of de hele dag. Telefoon. Ja. Te vaak een iPad tablet of een telefoon te dicht bij je ogen. Ja. Wat vroeger altijd al was. Ga niet zo dicht bij de televisie zitten, dan krijg je slechte ogen. Word je blind van, zijn er altijd. Eigenlijk die beide consequenties, dus en voor ogen en voor oren, komt steeds meer kennis eigenlijk over naar buiten. Dat het gewoon, Maar hoe kun je dat dan doen? Kijk, voor oren kun je een oordopje in doen. Moet je een beschermende bril of zo dragen? Ook al bijvoorbeeld op de houding letten. Hè. Stel dat je kind, ik noem maar wat, 's ochtends wel graag op de tablet iets kijkt bij het ontbijt. Koop gewoon zo'n standaard. Zet hem op een bepaalde afstand neer. Zorg dat de houding goed rechtop is, dat je kind niet zeg maar zo in zo'n telefoon zit. Dus er zijn wel dingen die je kunt doen om er toch een beetje op te letten. Zijn er signalen waarbij je moet denken van, ik moet eens even naar een oog- of oorarts? Ja, toch als wel. Ze gaan knijpen of zo? Moet en je ook dat als je ze merkt dat ze gewoon niet zo goed kunnen verstaan. Of dat je merkt dat je een paar keer contact probeert te krijgen. Of dat de leerkracht het aangeeft. Ja, dat kan ook aan het kind zelf liggen hoor, dat ze geen contact willen maken. Ja, maar dan... Ja, het 3 keer roepen, dat denk ik... Met, wil je een snoepje? Dan weet je wel genoeg. Hoor ze gelijk. Ja, oké. Goed, dankjewel. Sharon Stellaert.